Contentdiensten die via SurfConnect worden aangeboden, bijvoorbeeld voor video- of onderzoeksliteratuur, krijgen in sommige gevallen te veel persoonsgegevens in de vorm van attributen. Het samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken, de UKB, SHB en SurfConnect startte in 2018 een project om privacygevoelige attributen te verminderen. We hebben een minimale set gedefinieerd. Zo geven instellingen via SurfConnect geen persoonsgegevens meer door. We hebben een attributenset gedefinieerd die niet persoonsgebonden is. Wat overblijft zijn het door SurfConnect gegenereerde persistente name ID, AD Person Affiliation en Shack Home Organization. En wat blijkt? Functionaliteit blijft behouden en gebruikers kunnen anoniem gebruik blijven maken van de dienst met behoud van opgeslagen gegevens. Een aantal diensten hebben onze adviezen overgenomen en zijn succesvol over. Bij nieuwe diensten staan we alleen de minimale set toe. Ook zijn we betrokken bij werkgroepen als FIM4L. Dit is een initiatief om tot een consensus te komen voor beleid voor federatieve authenticatie dat de identiteit van gebruikers beschermt.